Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon debielen die in de donker aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Kom aan, we gaan ervoor. Dus wij zijn eigenlijk drie onafhankelijke spelers naast elkaar, waarvan één sterke openbare en twee sterke commerciële in een markt van onze grootte. Ja. Hè? Dat is uitzonderlijk. Ja. Allee, wij zijn kleiner dan New York. Hè? In de US, komt nu net van vakantie gehad in de States, zijn we niet eens de grootste regionale tv van de stad New York. Ja. Dus in dat perspectief hebben wij een zeer, zeer rijk landschap. En voorlopig houdt dat stand. Hebben we ook nog de adverteerders die stand houden. Blijven mensen naar ons kijken. Maar het is in beweging. Hè. We hebben nieuwe generaties. COVID heeft dat... Cordcutters. Cordcutters, ja. Maar... En COVID heeft dat versneld. Ja. Netflix is er al lang. Netflix was ook in 2018 een fenomeen. Allee, ik gebruik even Netflix als de streamers. Ja, maar die hebben daar iets geclaimd. Branding-wise heeft Netflix gewonnen qua streaming. En is ook de enige rendabele streamer. Dat geeft hun ook wel wat power. Ja. Ze waren de eerste. Ze hebben de schaal gepakt. Al de rest heeft gezegd, we gaan de schaal proberen te pakken en komt te laat. En wat nu kost het. Dus dat is wel iets. COVID heeft dat versneld. Mensen hebben ontdekt dat content overal is en dat je kunt streamen. En er was niks meer op tv, want wij konden het niet meer maken. We konden het ook niet meer opnemen en alle studios waren dicht. Dus daar zitten we nu, daar zitten we nu mee. Dat klinkt zo'n beetje van, ik wou dat het anders was. Nee, hè, want je moet, kijk, ik heb altijd in een consumentenmarkt gewerkt. Je moet, bij de VRT was het, we volgen de kijker. Bij Telenet was het, de kabel volgt de klant. Nu zeg ik ook, we volgen de eyeballs. Bewegingen in consumentengedrag, die zijn er. Die worden veroorzaakt, die zijn er. Maar je moet niet tegen de stroom proberen in te zwemmen. Hè. We moeten het zo goed mogelijk proberen te doen. Het feit dat wij GoPlay doen, ja... Dat is omdat wij absoluut geloven dat er een generatie is die wel inherent nog interesse heeft in onze content, maar die misschien nooit meer lineaire tv zal kijken. En of de set-up-box zal. En daar misschien even op inpikken, is GoPlay... Dan heb je ook nog de keuze van inderdaad, zetten we zelf die streaming op of gaan we die programma's dan verkopen aan andere streamers? Ja, maar als wij onze programma's beginnen verkopen aan andere streamers, dan verliest je natuurlijk je zenderidentiteit. Ja. Dat is eigenlijk een productiehuis gegeven. Je kunt zeggen, ja, maar is dat niet waar dat we uiteindelijk naartoe gaan? Hè? We gaan naar... Netflix heeft de stream... Gaat het zo versnipperd blijven? Ja, gaat het zo versnipperd... Of gaan we drie grote streamers krijgen in heel de wereld en gaat elke content provider zijn content dan verkopen aan die drie streamers? Ja. Dat wordt dan een soort van groothandel. Ja, ik denk dat... De Prime en Disney en Netflix. Voilà. Hè? Ja. Prime, Disney, Netflix. Een beetje, ik weet niet wat jij... Ik ben nu in een film, maar ik denk dat jullie te jong zijn. Demolition Man, en daar zit zo'n grap in. Demolition Man, een beetje een futuristische film. Ja. Ik denk dat Sylvester Stallone is. Hè? Die wordt wakker na 50 jaar in de Cryo Freezer. Whatever the Sly, wordt wakker na 50 jaar in de Cryo Freezer. En ze zeggen, amai, om te vieren dat je teruggekeerd bent, gaan we eten in een chic restaurant. En ze komen aan bij de Pizza Hut. En dan zegt de Pizza Hut. Blijkt dat elk restaurant in de wereld Pizza Hut heeft alles overgenomen. Dus zowel een chic restaurant, drie sterren, als fastfood is Pizza Hut. Anyways, je zou kunnen zeggen, we gaan drie merken krijgen en die gaan alles bedienen. Misschien, dat zou de pure economische kapitalistische ratio, economist van opleiding, neigt daar misschien naar. Mm-hmm. Ik denk dat er één zo wel iets is als culturele identiteit, toe-eigening, verwantschap, connectie, die dat waarschijnlijk gaat tegenhouden. Mensen willen voor hun aanbod, ik geloof niet, dat gelijk wie u gelijk welke content kan aanbieden op dezelfde manier als dat wij dat doen. Mm. En ik geloof ook dat een verarming zou zijn aan het landschap. En, ik denk dat voor Vlaanderen, België, maar gelijk welk Europees land of land ter wereld, by the way, een goede zaak zou zijn. Ja, plus alle grote die we nu weer al opgenoemd zijn, weer al Amerikaans. Hè? Dus dat ook goed zijn. Ja, tenminste, wat Europese producten hebben. Ja, het zou ook een Chinees kunnen zijn, maar hoe is dat dan? maar misschien een vraag. Hè? Dus GoPlay, is dat dan een beetje jullie paradepaardje waarvan je verwacht dat in de nabije toekomst, 10 jaar... Dat toch wel een groot aandeel van watchtime gaat veroveren? Ja. En open vraag, is het rendabel? Misschien niet vandaag, maar puur omdat het hele streams gebeuren eigenlijk heel vaak, onder kritiek komt. Puur omdat ze eigenlijk altijd zeggen, streams moet dan nog naast Netflix en et cetera, is dat wel rendabel te krijgen, want zo'n kleine markt en et cetera. Ja. Dus... Maar ik denk twee vragen. Hè. Rendabiliteit van GoPlay en rendabiliteit van streams. GoPlay, dat mogen we nooit afzonderlijk bekijken. Dat doen wij ook niet. Hebben we denk ik te lang gedaan als een soort van extension van. Yeah. Of we doen dingen op tv en we zetten het ook op online. Het internet. En we gaan het ook op het internet zetten. maar voor ons is GoPlay nu echt wel... Je hebt Play 4, je hebt GoPlay, je hebt Play 6, je hebt Play 7. Dat is een kanaal, een uiting als de andere. Al onze content zit overal en wij proberen om al onze content ook gelijktijdig overal te brengen. Soms zelfs eerder op GoPlay, omdat andere kijkgewoonten natuurlijk. We hebben heel veel debatten over
Maar wacht, als we het programma maar om 8 uur uitzenden, waarom zetten we het dan maar om 8 uur op GoPlay? Want ja, de mol nu niet. Hè. De finale van de mol gaan we niet vroeger releasen. Okay. Yes, livestream. Maar een aflevering van de rechtbank op dinsdagavond, waarom zouden we niet dinsdagmorgen op GoPlay kunnen staan? Dus we moeten ons ook wel losmaken van dat lineair denken of uitgesteld denken. Wat de enige reden zou zijn dat je echt nog volk wil trekken naar die live uitzending. Maar dat, ik denk maar dat... Is dat niet boeit of niet relevant? Nee, die gedachte hebben we losgelaten. Ja. En dat komt ook omdat we nu ook de verdiensten samenvoegen. Hè. We hebben heel lang geworsteld met, ja maar wacht, elke dollar die we op GoPlay, allez, euro in ons geval, die we in GoPlay verdienen, is dat dan geen cannibalisatie van ons lineair? En wacht, misschien zijn de prijzen in lineaire tv wat hoger, dus we gaan dat zeker... Maar andermaal weer, als de consument gaat naar de app, naar de streaming, naar de online, volg hem dan. Monetiseer het zo goed mogelijk. Hè. Ik heb een advertising en sales strategie. Wij hebben soms pittige debatten over welke prijs gaan we zetten. Hebben jullie er genoeg geld uitgehaald? Ja. Hebben we genoeg product placement of sponsorships binnengehaald of billboards? Ja. Maar eigenlijk zijn dat op tv en op GoPlay. Ik ga even de tv, lineaire kanaal, whatever dat je wilt. Als op GoPlay zijn dat dezelfde debat. Ik beschouw dat als enige grote advertentiepot en ik maak mij ads and data, wat dan mijn salesregie is, een afspraak, dat is altijd een inschatting, maar een budgetafspraak. En ik zeg, mannen, we hopen erop om dit jaar x miljoen euro te verdienen. Ja. Streams is een subscriptiebetaalmodel. Hè? En inderdaad, dus ik concurreer met VTM voor de advertentiedollars en een heel klein beetje met VRT. Streams concurreert met Netflix, Amazon, Apple TV, je zou kunnen zeggen de setupbox van Telenet, hè, want een abonnement, een tv-abonnement met Telenet kost ook geld. Dat mogen we inderdaad apart bekijken. Is dat vandaag leefbaar? Als ik zal even, is dat al rendabel? Nee. Maar we denken wel dat we het binnen het jaar rendabel gaan krijgen. Nu, dat heeft 3 jaar van investeringen gevergd. Van de massa's, hè. Vanaf dat is ontstaan, ik kon er niet meer naast zien. Hè? Laat ons zeggen dat we ook geluk hebben dat we met 2 grote omroepen, dus dat we ook wel wat autopromotieruimte kunnen geven, natuurlijk. Maar in marketing... Tijd, en dus misschien ook geld, is er wel wat ingekropen. In content is er wat ingekropen. Ja. Allee, streams is onmiddellijk... Merk gekocht, hè? We hadden al veel markt vanuit Telenet. Ja. Hè, want het is een beetje vertrokken vanuit Telenet. Ad, SVOD subscriptiediensten, maar alleen voor Telenet-klanten. Play and Play More heette dat. Hè? Ik heb die naam eigenlijk een beetje gestolen. En toen kwam Streams. En toen dat Streams kwam, dacht ik, hey, er ligt hier nog een naam in de schuif. Ik kan hem misschien gebruiken. Dus wat een markt, maar inderdaad, we hebben wel een beetje markt gekocht. Maar de realiteit van de streamer, iedereen koopt markt. Ja, Netflix, tuurlijk. Markt gekocht. Disney, markt proberen te kopen. Ja. Of markt gekocht, maar net niet genoeg. Mm. HBO Max nu probeert zelfs geen markt meer te kopen. Die zijn gelanceerd. Hè. Dat is nu de nieuwste streamer die gelanceerd is. Ja. Maand geleden. Ik heb het gevoel dat die geruisloos gelanceerd is. Mm. En dat bewijst ook wel dat de overlevingskansen van streams niet zo slecht zijn. De economics van de streamers zijn veel realistischer geworden. Hè. Ja. 3 jaar geleden, 5 jaar geleden zag het er slechter uit. Omdat, één, Netflix, bon ton. Er werd alleen naar subscribergroei gekeken. Je mocht gigantische financiële putten graven. Er was toch geld genoeg. Zolang dat maar, de rente stond op nul, er was geld genoeg. Iedereen durfkapitaal. Hè. Dus het was niet, zolang dat maar bleef groeien, kon de geld verbranden. Ja. Ja, tegen internationale spelers die op de internationale kapitaalmarkt geld kunnen gaan halen en dan eindeloos kunnen verbranden en daar nieuwe afgerekend op worden, dat was een moeilijke strijd. Ja. We hebben toch beslist om ze aan te gaan, DPG, VTM, en telen het samen, omdat wij, als wij streams niet boven de doopvond en nu ook boven water houden, dan gaat heel die SVOD-markt, subscription-on-demand-markt, dan gaat die naar de buitenlandse spelers. Dan geef je... Een stuk van wat de Vlaming wil betalen, wil spenderen aan content. Of dat dat dan in advertising kijken is, of in portemonnee, hè, spend the wallet. Dat is heel defetistisch. Hè. Zo van, ze gaan blijven gas geven, dus wij gaan stoppen met gas geven. Ik denk dat dat niet in de aard van Telenet zit. Het zit niet in de aard van Playmedia. Het zit ook niet in de aard van DPG. Grote lokale spelers toch, met wat power. Ja. Dus we hebben dat toen gedaan. En gelukkig is het aan het keren.